In deze film doe ik helemaal niks met een foto. Maar ik ga het wel hebben over Photoshop. Mijn Photoshop is uh, Nederlandstalig. Als ik bijvoorbeeld naar de voorkeuren ga met de sneltoets Ctrl K. Dan zie je dat alles gewoon in het Nederlands is. Ik kan hier van alles uh, veranderen. Ik kan bijvoorbeeld de interface kleur veranderen naar iets donkerder of lichter. Maar ik kan ook nog andere dingen veranderen. En de interface taal, die kan ik kiezen op Nederlands. En verder is gewoon helemaal niks. Nou vind ik het helemaal niet erg om met een Nederlandstalige versie van Photoshop te werken, maar soms is het makkelijker om ook eventjes in het Engels te werken. Je kijkt op dit moment natuurlijk naar een YouTube filmpje wat gewoon in het Nederlands is, maar de keuze in Engelse filmpjes is vele malen groter. En als je bepaalde effecten na wil doen en niet weet hoe het in het Nederlands heet, kan het zijn dat je een Engelstalige versie van Photoshop wil. Nu hoef je die niet opnieuw te downloaden. Je kunt gewoon je Photoshop omzetten naar Engelstalig en ook weer terug naar Nederlands. Alleen dat is niet zo heel eenvoudig. Maar aan de andere kant is het ook weer helemaal niet zo moeilijk. Wat je moet doen is om te beginnen Photoshop afsluiten, en je moet vervolgens de verkenner openen in Windows. En dan moet je op zoek naar een bepaalde map van Photoshop, en die vind je waar jouw programma staat, en dat is meestal op de C-drive. En dan ga je naar Program Files, daar staat het programma. Dan heb je de map Adobe, daar staan je Adobe-programma's. En in dit geval moeten we dus hebben Adobe Photoshop CC 2018. En dan krijg je dus alle bestanden van Photoshop te zien. En waar wij moeten zijn om de taal te veranderen, dat is hier bij Locales. En je ziet dan NL underscore NL. En dat is eigenlijk de versie van jouw Photoshop. Nou, die map kun je gewoon openen en dan moet je openen, Support Files. En hier staat het bestand waar we uiteindelijk moeten zijn. Dat is dat bestand wat begint met TW. En uit veiligheid, stel je voor dat er iets misgaat, ga ik eerst een kopie maken. En dat doe ik gewoon door er met rechts op te klikken, kopiëren en dan vervolgens te plakken. Je moet wel administraterechten hebben om in deze map wijzigingen aan te brengen. En ik ga ervan uit dat je dat even bent. En vervolgens zie je dat er een kopietje bij komt. Nu ga ik dus aan de slag met het originele bestand en ik kan altijd terugvallen op mijn kopie. En het enige wat je eigenlijk hoeft te doen is de extensie te veranderen. Nu heet het bestand .dat en dat moet dus .bak worden. En je kunt die naam gewoon wijzigen door op F2 te klikken en dan de laatste drie letters te veranderen in BAK. Wederom krijg ik een waarschuwing, maar ik weet wat ik doe, dus ik klik op ja. Ik ben er wel bewust van. Houd waarschuwingen gewoon in de gaten. Klik niet standaard op ja. Wederom moet ik administrator zijn en ik klik op doorgaan. Nou, vervolgens ga ik Photoshop opnieuw openen. En je ziet al bovenin, alles is opeens in het Engels. Als ik bijvoorbeeld naar filter ga, dan zie je allemaal Engelstalige filters of bij select staan ook de Engelstalige gereedschappen. En ga ik terug naar de voorkeuze, dan zie je dat gewoon alles momenteel in het Engels is. Nou, en om terug te gaan naar het Nederlands, heel simpel, je sluit Photoshop af en in je verkenner maak je van dit bestand punt .bak, maak je gewoon weer een punt .dat. En als je je Photoshop vervolgens opent, zie je dat alles gewoon weer in het Nederlands is. En zo eenvoudig is het eigenlijk om Photoshop te veranderen van Engels naar Nederlands en weer terug. Het zit niet in Photoshop zelf. Je moet het even los in je bestanden uh, doen. Durf je dat nou niet aan? Geen probleem. Probeer het anders op te lossen. Blijf gewoon lekker in de taal werken waarin je op dit moment werkt. Uh, want het kan zijn, als er iets misgaat met je bestanden, dat je gewoon helemaal geen Photoshop meer hebt. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.